Voordat hij de melkput in gaat, want baby staat alweer te pompelen om die koe op te hangen. Wat opvallend is aan deze koe, de sterke punt is het eier. Het eier voor een koe van deze leeftijd, ja, dan spreekt men gewoon over uitzonderlijke kwaliteiten en een uitzonderlijke categorie. Balans van het eier, de ophangband hier door het eier nog steeds aanwezig, correcte speenplaatsing. Ja, dat is helemaal een compleet plaatje. De benen van deze koe, die zijn glashard, met blokken van klauwen, die ze goed gebruikt. Kruisligging goed. Hier komt ze iets meer hoogte in de ruggengraat hebben tussen de heupbeenderen. En er wordt iets veroorzaakt, ze heeft in principe wat een steile schouder, deze koe. En doordat die koe een steile schouder heeft, is het voorhand, die ligt niet helemaal in verhouding, net als bij de koe ernaast, die is helemaal harmonisch gebouwd. En hier staat de voorhand wat op zich en juist de middenhand en de achterhand die passen heel goed bij elkaar. En als oudere koe wordt dat steeds beter, die verhouding. Maar als jonge koe zul je waarschijnlijk nog meer opgevallen hebben dat die met name hier achter de schouder wat veel weg doet, binnen. Maar die krijgen wat meer welving. Het is, ze heeft waarschijnlijk een keer een keizersnede gehad. Klep maar. Ja, dus is een keer open geweest. Ja. Dat doet vaak aan de body niet goed hoor, let maar, want er zitten dan toch soms wat vergroeien, iets verklevingen in, waardoor dat die koeien niet die maximale inhoud
in die middenhand krijgen. En ik lijk er bij deze ook iets op dat je daardoor... Maar ja, ze heeft in principe de eeuwige jeugd deze, want het is nog steeds een jeugdige koe deze. En met extra veel lengte. Ja, het is een rasmelkkoe. Ja. Dus deze die doet ook mee in de eerste helft van wat we vandaag gezien hebben. Dus, zegt hij al de hele dag. Maar die eerste zei we dat hij in ieder geval de beste was. In de eerste rooi zeggen we ook bij de beste rooi. Bij de eerste was hij nog positief. Dat was de beste rooi die we daar gezien hebben. Ja, nou eindigen we mee, dan kunnen we daar niet helemaal mee recht houden. Dan moeten we een beetje serieus worden. Ja. Staat er mooi bij. Hey, bedankt voor het presenteren. Ja.